En wat super leuk dat jullie kijken naar een van mijn eerste Italië vakantievlogs. Ik ben 3 weken in Italië ongeveer. En ik heb besloten jullie iedere dag mee te nemen. Wij zijn gisteren aangekomen in Lucca. Mijn moeder, broertje en zusje, ze waren hier al een week. En papa en ik zijn gisteren aangekomen. We hebben vannacht hier geslapen. Broertje en vader zijn nu even naar de garage toe. Omdat de auto een lege band had. En wij zijn even het huisje aan het inpakken. En we vertrekken zo meteen voor 1 nachtje naar Florence toe. En een dagje. Daar neem ik jullie lekker mee heen. En de aankomende dagen gaan we geloof ik in een safari tent zitten. Ik ga jullie allemaal meenemen. Ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. En laten we beginnen met de dag. Ik heb even een ander jurkje aangedaan. Welcome to Florence. Mooi, hè? We're going to lunch. Dat is uitzicht. Ja. Oké, nu stop ik er maar weer mee. Tom heeft nog angst. Wij hebben geluncht en nu gaan we op zoek naar de auto. Ergens hier. Ik kom er ook even bij. Kom er ook bij. Ja. Ik ben helemaal klaar mee met zitten. Nu, 5:30 en we gaan op zoek naar een Italiaan waar mijn zusje nog geen wil. Een glutenvrije met pizza's, pasta's, alles. Het is wel lekker, maar het is een tering in het weg. We willen vooral zwemmen, want het is bijna 40 graden. Ben ik echt hippie? Oké, peace. Zo lijkt ik de langste. Zo niet. Little bro! Houd de golf, ik ben langer. Ga zelf filmen. Ja. Auto of the day. Geen idee waar vandaan. Deze van Duifhuizen. En deze is van... Ik heb echt geen idee. Ik zal het hier even in beeld zetten waar die van is. Ja? My personal Instagram photographer. En het is nu 10:30. Wij zijn het lekker opgestaan hier in een dorpje vlakbij Florence in een heel mooi hotelletje. En hebben het lekker ontbeten. En nu ben ik mijn spullen aan het pakken en gaan we zo meteen door naar rond het Gardameer in camping. En dan gaan we in een paar dagen in een safari tent slapen. Dus we moeten zo meteen 3,5 uurtjes rijden en dan zijn we daar. Dus dat is het plan voor vandaag. En wat ik vandaag aan heb. Pet, H&M. Top is van de Bershka. Broekje, H&M, schone fans, toiletste outfit. Heel veel mensen vragen waar ik dit hartje vandaan heb. Dit kettingkultgroep voor mijn jewelry, maar dat hartje heb ik laatst gekocht in een of ander spiritueel stenen winkeltje. Geen idee hoe het heet. Zat in Zwolle. Dus voor die vragen, ik weet het niet. 11:00, mijn zusje en ik zijn hier even foto's aan het maken. Bij deze bloemen, dat vonden we leuk. Maar hier is not working mee. Ik vind het topje wel leuk. Die was 2 euro. Naar welk dorpje gaan wij, weet je dat? We gaan nu naar de safari tent. Bij het Gardameer. So that's nice. Hoe doen mensen dat? I'm giving it up. Genoeg geweest. Tijd om in de auto te stappen. We gaan even een bakje koffie drinken hier. Hebben we nu, hoe lang hebben we nu gereden? 3 kwartier. Nee, echt een uur. Half uur. We zijn niet van een uurtje gereden, maar we hebben echt zin in koffie. Oei. Scorioze boom. I'm thinking back on all those times.
wanna feel closed off from all that I could become. Eager but too scared to climb. Wanted to please my friends, but it felt like the end on myself. I was shut down and all drained out. I was lost. Goedemorgen. Het is 8 uur. Ik ben al best wel lang wakker. En ik ben even een ochtendwandeling aan het maken. Ik wakker alleen mama. Is nog maar wakker, de rest ligt nog allemaal te slapen. Ik kon niet slapen. Dus ik ben lekker aan het wandelen. We hebben gewoon een sportschool. Wow. Hoe blauw is het water? Dit is echt bizar. Net. Heerlijk, licht zonne. Nu ben ik onderweg naar het winkeltje. Ik wil even wat lekkers drinken. Ik heb het zo warm. Gewoon drinken uit de koeling. En zo meteen gaan we lekker naar de supermarkt toe. Ik film het als even met mijn camera vergeten. Top vlogger. Tom en ik hebben het warm. Dus we gaan op zoek naar ijs. Bij het winkeltje. Here we are. Wat een grote winkel. Van havermout en Nesquik en Nutella. En pannenkoeken. En hele oude nootjes. Het is inmiddels al 4:15. En eigenlijk hebben we de hele dag nog niks nuttigs of boeiends gedaan wat ik echt kon filmen. Vandaag is echt zo'n chill dag gewoon dat we hier even aan het zetten zijn. Een beetje zwemmen. Tenminste, ik heb nog niet gezwommen, maar ik heb een beetje licht gezonnen. Een beetje geëdit, een beetje gechilled. Dus ik heb geen idee, maar misschien dat we vanavond ergens gaan eten. Misschien dat we gaan barbecuen. Ik weet het niet, maar vandaag is er niet heel veel speciaals. De tijd is oké. Alleen verveel ik me een beetje. Ik ben nog wel 10 rondjes over de camping gelopen of zo om even te kijken. Maar nothing boeiends bad happened. Let's just do what you want to. Please don't be polite, cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, cause all that is stuck in my head. En dan was dat weer de video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Als dan zoals zeker een duim omhoog, vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden er komen nog veel meer leuke Italië vlogs aan. Vooral de aankomende, dat is goed. Dat is heel erg leuk. Heb je nog leuke video ideeën? Let me know. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!